In deze nieuwe Mario Wonder video moeten we Poplins redden uit de zwammenmijn. En daarvoor is het de beurt aan Luigi, die in een gekke groene blob verandert. Vandaag daalt Luigi af, hier in de dieptes van zwammenmijn. We moeten even deze giftige plant weghalen. Expeditie 1, de smurrie ruïne. Knal de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren als je dit Nintendo kanaal leuk vindt. Blijf dat doen jongens, daar help je me super erg bij. Oké, daar gaan we. Bling, 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 bling. Oké, ik kan nog een extra bloem fixen. Ja, is goed. Oh, ik kan hier ook gewoon eerst even op lopen gewoon. Oké, en wat is dit? Hop, jongen. Kom je even naar beneden. Oh, je haalt de smurrie weg. Oh, top. Thanks. Ik moet alleen even ervoor zorgen dat ik nog niet klem kom te zitten. Dat is niet zo handig. Het gaat zo langzaam hier als je door die smurrie heen probeert te plempen. Oké, let's go. Dit is super moeizaam. Ga naar boven in de smurrie luig. Let's go. Ja, pak deze allemaal even. Oké, die moeten we hoog houden. Oh, wacht even. Dat ging niet goed. Dat gaat niet goed. Voor het eerst dat me dat niet lukt. Hier is blijkbaar ook weer een 10-munt ergens. Kan jij even deze... Ja, dankjewel. Dat je dat even voor mij wil doen. Dat is super lief. Ik ga hier even doorheen. Let's go. Oké, wat gebeurt hier? Wat is er gaande? Moet ik hier alle vijandjes verslaan? Ja, ik denk het wel. Plom, 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 plom. Soe! Die was lekker. Gaan we hier naar boven, naar boven. Even deze checkpointje pakken. Beetje rennen. Oké, hier is weer een 10-munt in de buurt. Oké, kom maar. Ja. Oh, nee. Oh. Ik moet daar dus naar boven, denk ik. Wacht even. Wacht even. Oké, nou, we gaan wel die bloem pakken. Oké, dan gaan we hier naartoe. Ik ben zelf een smurrie geworden. Oké dan, let's go Mario! Oh, daarboven is een 10-munt. Dan moet ik even hier naartoe, denk ik. En dan zo bovenlangs. Whee! Ja joh, easy, oké. Okay. Oh, nou hebben we toch alles gewoon gevonden joh. Lekker. Mario is een vieze slijmbal geworden. Oh nee, ik moest daar onderdoor. Ik moest daar onderdoor, denk ik. Oké. Okay. Misschien zijn er twee uitgangen hier. De eerste is dus als je gewoon de buis doorgaat. Ja, maar hoe ga ik nu ooit het bovenste van die vlaggenstok pakken? Kan ik dat zo? Oké. Okay. Oh ja, dat was wel easy. Oké. Okay. Nou, ik denk dat er twee uitgangen zijn, jongens. Dus even koekeloeren. Niet? Jawel. Jawel. We gaan kijken. Oké, okay, dus als ik nu naar de andere zijkant spring hier. En dan kan ik misschien zo onderdoor ergens naartoe. Oh, oké. Er was geen geheime uitgang. Er waren nog wel veel muntjes. We gaan verder naar beneden. Oh, we kunnen hier ook naar rechts. Badge test, slingerschot. Heeft dit ook met een piranha plant te maken? Er staat wel een piranha plant op namelijk. Oké. Okay. Oh, dit is vet. Oké. En dan? Dan kunnen we gewoon onbeperkt klimmen. Dat is lijp. Dat is wel lijp, gek. Dat is heel lijp. Ja, dit vind ik cool. En dan zo. En dan kunnen we hier naartoe. Ja, lekker. En kan ik dan ook hier... Ja, ik kan daar ook down. Ik wou zeggen, ik kan daar ook mezelf aan vasthouden. Aan die meuk, aan die slijmmeuk die hier in heel deze wereld zit. Kunnen we deze bloem pakken? En dan deze pakken? Ja, super. Oké, cool, 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 cool. Gaat soepeltjes. En dan, hoppakee, pakken we zo de bovenkant van de vlaggenmas. Oh, dit is leuk. Ja, dit vind ik wel een leuke badge. Oké, ik doe die badge gelijk even op, want ik denk dat er nu een level van gaat komen. Oh, ik dacht nee, misschien is hier rechts een level waar ik die heel goed kan gebruiken. Nou, we gaan blijkbaar naar de schommelruïne. Oké, ziet er bikkel uit. Kan ik even hier zo... Oh, ik wou een randje pakken. Oh, door het deurtje. Ja joh, helemaal goed. Ik heb haast. Zag je het? Hallo, ik doe jou even bubbelen. Wat is de vlot? Of ik ga zo eroverheen. Ook goed. Ik kan nou niet meer goed zien waar de 10 muntjes... Oh my god, de 10 muntjes zitten. Dit was echt slecht. Ik viel echt helemaal per ongeluk van het platformpje af. Maar die andere badge kon je dus wel zien waar de 10 muntjes zaten. Ik kan natuurlijk nog wel gewoon lekker zelf gaan zoeken nu. De eerste hebben we te pakken. Oh kijk, hier kunnen we gewoon zo... En dan moeten we even snel een tussenstopje maken zo. 1, 2, ja, en... Oh, 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 poeh. En door. Dat ging ook maar weer net goed, hoor. Oké, we hebben alvast 2 10-muntjes te pakken. Ja, er zit hier ook nog een extra zaadje. Zou ik daar naar links kunnen? Ik denk het wel. Ik denk dat we daar naartoe kunnen. Laten we het eens even proberen. Ja, wacht even. Oh, nee, nou ben ik toch mijn power-up kwijt. Ik wou hem dus even gewoon kapot maken, zodat ik mijn power-up niet kwijt zou raken. Maar dat deed ik niet helemaal goed. In ieder geval, hier is de derde 10-muntje. Die hebben we ook weer te pakken. Hey, zit hier iets wat we moeten... jongen, 1. 2. En... Nee! Oh,
Oh, ik beuk ze elke keer de verkeerde kant op. Nou, dan gaan we hier maar weer door de deur heen. En dat ik hier bovenop moet. Ja, daar is die. Tenminste. Dat leek zo te zijn dat hij hier was. Hè? Ik voel me in de maling genomen. Ik snap het niet meer. Moet ik er meer aanzetten? Oh ja, ik moet al die dingen aanzetten. Oké. Ja. Oh, nee. Ah, ik had moeten wachten, denk ik. Nou, we gaan in ieder geval deze ook nog aanzetten. Ah, nee. Heb ik het nu verpest? Oh, dit kan nog een keer. Oh, het kan nog een keer. Oké. Ik kan nog terug. Soort van. Komt er als het goed is nu een nieuwe? Ja, kijk. En dan moet ik hierin. Ja, cool. Kijk, daar is de wonderbloem. Ik moet hem inzien te halen, denk ik. Voordat hij valt. Snel, luig. Snel. Ik dacht dat hij weg zou vallen, maar dat valt gelukkig mee. Oké. Oh, dit is super glad overal. Wow. Dit past wel bij Luigi. Luigi is natuurlijk ook lekker derpy. Dit past wel bij hem. Wee. Let's go, luig. Oké, let's go. Laat je maar bouncen. En nog verder bouncen. Oké, hij is hier. Lekker. Hebben we hem toch nog te pakken. Heel goed. En dan kunnen we gewoon door. Door naar het einde, denk ik. En dan via hem. Zo, hoppakee. In de bovenkant van de vlaggenmast. Hier staat nog een poplin te wachten op ons. Oh ja, we moesten hem natuurlijk vinden. Jullie hebben bij jullie eerste bezoek meteen de uitgang gevonden. Ik raak helemaal de weg kwijt. Ja, we moesten die poplins natuurlijk allemaal vinden. We krijgen een uppie van hem. Ik moet ook even met die andere praten. Oh, ik dacht dat hier nog één stond. Oh, die is weg. Oké, ik ga door deze buis. Oh, dan gaan we dieper de mijnen in. Zo, dit gaan we heel diep de mijnen in gelijk, joh. Wat is dit voor gouden leveltje? De Zwamme Arena. Oh, hier moeten we altijd super snel zijn. Ah, bij de eerste poging was ik 7 seconden te laat. Maar dit kan ik, want... Kijk, we kunnen natuurlijk gewoon eventjes deze alvast zo zetten. En dan pakken we al die spooken. Maar we hebben ze nog niet allemaal. Go. Die laatste boer moet nog eraan. Ja, oké, cool. En dan kunnen we er doorheen. 12 seconden. Ja, eer we er doorheen zijn... 13,5 seconden. Dat ligt op zich op schema. Deze kan je volgens mij niet doen zonder geraakt te worden. Dat is bijna onmogelijk. Alhoewel. Also, ja, het gaat niet helemaal soepel nu. Nou, dit ging redelijk soepel. 25,5 seconden. Oké, moet niet vergeten dat we ook op het hoofd moeten springen. Want ik loop elke keer naar die gekke deurtjes toe en dan spring ik op mijn hoofd. En dan vervolgens moet je ze ook nog even doorheen. Dat is eigenlijk hetgene wat ik vergeet. Kijk, zo op mijn hoofd springen. En dan moeten we er ook doorheen. Dat doorheen gaan vergat ik de hele tijd. Super dom. Maar goed, ik heb nu nog heel veel seconden voor de laatste ronde. Nog 45 seconden. We zijn nu op de helft. Ja, maar dit gaat goed komen. We moeten alle slijmblobs zien te pakken. Pakken eerst die aan de linkerkant. Zo, hotse flots. Dan door naar deze. Cool. Hebben we die ook te pakken. En deze ook. Ja, lekker. En dan gaan we hier naartoe. Hotse flotsie. En dan gaan we zo die met een... Oh, die, ik wou hem met een bloem pakken. Nou, gelukkig hebben we tijd genoeg. Maar die vuurbloem die gaat dus niet door dat slijm heen. Maar kijk, nu hebben we 68 seconden. Ruim de tijd, jongens. Kijk eens. Lekker. Oké, die hebben we ook weer. Dan nu. Waar gaan we nu naartoe? Deze kapot maken. Voor 11 wonderzaadjes. Dit is de derde expeditie. De gifruïne. Oh, we moeten waarschijnlijk 4 expedities doen. Ja, ik snap hem. En dan zijn alle toads gered, hè? Hallo, Poplin. Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Want dankzij jullie zijn we helemaal tot beneden gekomen. En ik hoop dat het goed gaat met de anderen. We moeten hier op onze hoede zijn. Dit is de laatste ruïne. Oh, we moeten er 3 doen. Die zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Oké. Gevaarlijke ruïntjes. Ben heel benieuwd. Oh my god. Oké. Nou ja, dan gaan we dit even zo doen. Nou, dit was wel lekker. Dit ging echt super soepel. Zou ik daar naar boven kunnen? Ik denk het wel, hè? Ja. Dit dacht ik alweer. De uitverkorene kan het grote licht bemachtigen. Alleen de uitverkorene kan het grote licht bemachtigen. Oké. Ik heb geen idee of ik dat ben. Ik weet ook niet waarom ik zoveel moeite deed om daar te komen terwijl er echt gewoon niks is voor de rest. Oké. Wat gebeurt er, joh? Moet ik naar beneden? Ik moet naar beneden. Ik schrok me kapot. Ik denk ik ga vallen. Terwijl dat niet de bedoeling was, maar dat was wel naar beneden alleen luig. Oh, moeten we ook weer naar boven? Wat deden al die bloemen daar? Nee, we moeten duidelijk niet naar boven. Dat gaat hem niet worden. Okay, wat gebeurt hier dan? Het begint te stijgen. De antimaterie. En dan moeten we de volgende bordjes pakken. Moeten we door?
Ik had daar nog door kunnen gaan, maar ik vond het het risico niet waard. Waar zijn überhaupt die 10 muntjes, jongens? Waar zijn de 10 munten? Die zijn er gestopt overal. Zitten hier überhaupt wel 10 munten? Ja, ze zijn er wel. Maar waar? Daarboven. Daarboven. Misschien? Zo? Hoe dan? Kan ik dit halen? Ja, oké, dit kan ik halen. Soepel. Oké, we moeten wel even tempootje maken nu. Helaas kan ik dat blokje niet meer pakken. Ik ben benieuwd of daar een 10 munt in zou zitten die we moeten pakken. Ik heb geen idee. Hier is er in ieder geval 1. Cool. Dan zat daar denk ik geen 10 munt in. Dat is helemaal goed. Ik ga gewoon tempo maken. Ik heb helemaal geen tijd om op die antimaterie te wachten. We gaan gewoon door. En hard ook. En nu? Kan ik nog ergens naartoe? Nee, we moeten gewoon hier in deze buis. En dan zijn we bij de volgende checkpoint in. Hier komt weer die gekke, vieze glue. Oké, deze. We gaan deze pilaartjes naar beneden. En dan gaan we door. Die gaat weer een ding op mij schieten. Ja, ik vind het helemaal prima voor je. Zijn we er nu al? Nee toch. Is dit het echt? Is dit het? Dit is het niet toch? Huh? Moeten we eigenlijk dan overheen springen? Dit is het niet. Oké, ik ben confused. Dit klopt niet, Poplin. Ik weet uit ervaring dat er nog een andere weg uit de gifruïne moet zijn. We moeten de detector badge pakken. Oké, is goed. Oh, wacht even. Ik denk dat ik heel zuinig moet zijn op deze power-up. De detector badge gaat trouwens ook wel af hier. Heeft dat te maken met dit? Oh ja! Ja. Ik dacht ik kan dit slijmpje negeren, maar ik kan dat slijmpje helemaal niet negeren. Dat was niet de bedoeling dat ik dat slijmpje negeerde. Lekker Mario. Oké, en dan kunnen we zo er bovenlangs. Ja, dan kunnen we er doorheen. Lekker. Gaan we hier zo. Een beetje springen. Een beetje meer springen. Laten we al die blokjes vallen. Cool. Kunnen we daar naartoe? Dan gaan we ook naartoe. We gaan links. Even kijken alleen wat er nu rechts was natuurlijk. Maar we gaan links. Hier doorheen. Hier langs. Dan gaat dit blok... Oh, ik dacht dat het blok gaat leven. Oh, we gaan terug. Ja, dit is waar het net allemaal begon. Ik snap hem. Maar dit was waar Luigi in dat gat viel trouwens. Nou, anyway, we moeten dus nu door dit heen. Want we hebben lekker die wonderbloem gepakt, dus dit is helemaal top. En dan. Hier zien we meerdere bloemen. Ja. Kijk eens. Wat prachtig weer. Hier naartoe. Hier op. Deze pakken. Eventjes pas op de plaats maken, denk ik. En dan zou hier wel het einde zijn, denk ik. Wow, wat is dit, joh? Heftig. Oké, en hier is dan ook nog, denk ik, een 10 muntje ergens verstopt. Laten we even helemaal naar boven gaan. Ja, we gaan even helemaal naar boven, jongens. Ik denk dat daar een 10 munt is. Helemaal bovenin ergens. Zou dat kunnen kloppen? Nee. Blijkbaar niet. Blijkbaar kunnen we gewoon deze pakken, dit wonderzaadje. En dan moeten we nu hier naar links. En dan is dit nog een heel ander stuk van de level, denk ik. Oh, dit is wel jammer. Dit is wel jammer. Maar misschien kan ik nog op die bel springen. En dan... Zo, hotstikke idee. Halen we het alsnog? Maar ik heb wel een 10 muntje gemist, potverdikkie. Oké, en nu? Kijk, nu kunnen we er wel doorheen. Maar waar zit die laatste 10 munt in dit level? Oh, kijk, hij zit daaronder. Ik zie hem. Oké, wacht even. Dan moet ik gewoon zo gaan. Maar dan... Ja... Bijna goed. Oké, nog een poging. Ik moet dus hierop springen. En dan heb ik hem te pakken. Jongen. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Ik ben alleen vaak zo ongeduldig. Oké, nu kan ik hier dus serieus naar rechts gaan. De poplins die zijn in nood. Ja, wat gebeurt er? Oh, we moeten allemaal luisteren naar de bloem. Dit is iemand die... die hun komt redden. Ik ga mijn best doen. Met deze gekke wonderbloem worden we dan weer een blob. Ja, we zijn weer een blob. Let's go, Poplins. Ik kom er aan, jongetjes. En meisjes. Ja, ik denk dat we gewoon dit moeten pakken. Dan hebben we een wonderzaadje gevonden en dan kunnen we door. Hallo? Hallo, Poplins. Kom maar, jullie kunnen nu naar de uitgang. Die is aan de linkerkant. Yay! Woehoe! We wilden helpen om het koninkrijk te redden, prins. Dus we hebben overal gezocht naar het koningszaadje en we hebben er 1 gevonden. Wajo! Oh, nu krijgen we hem ook gewoon. We hoeven niet eens tegen Bowser Jr. of zo. Hier is die. Dank jullie wel. Wat een toppers. Hallo, meneer de mijnwerker. Kom op iedereen, tijd om naar huis te gaan. Is goed.
Ga lekker van je vakantie genieten. En zo waren onze helden in staat om de poplims te redden. In de zwammenmijn. Met 5 koningsaartjes op zak moesten ze er nog maar 1 vinden. En daarvoor moesten ze naar de smulgrotten. Hebben we dan nu ook gelijk alles gehaald hier? Ben ik benieuwd naar. Of nog niet. Tijd om terug te gaan naar de tulpenkust. Nou, ik heb hier sowieso het geheime level nog niet gevonden, denk ik. Maar ja, ja, daar gaat de volgende. Daar gaat de volgende, Bowser. Je bent bijna niet meer beschermd door je piranha-vriendjes. Het is bijna klaar. Hoppa. Lekker. Oh, wauw. We zijn hierboven gewoon een level vergeten. De buitelbuizen. Wat is dit dan, joh? Moet even op deze knop... Oh my gosh. Op deze knop drukken. En dan moeten we hier doorheen rennen. Gewoon zo, denk ik. Ja? En dan? Moet ik daar vallen of moet ik ergens in? Nee, we gaan gewoon hier naartoe. Ja, we gaan zo. Cool. Ja. Gaan we hier naar boven? Zo. Gaan we hier naartoe? Oké, cool. Oh ja, ja, joh. Easy, easy. Ik ben wel heel erg benieuwd of dit dan het laatste level is wat we moeten halen. Oh yeah. En het allerlaatste wonderzaadje. Want ik heb niet het idee dat er hier heel veel verstopt is in deze zwammenmijnen. Niet zoals in de woestijn in ieder geval. Ja, kijk. Dit was inderdaad de laatste die we nodig hadden. In de volgende video gaan we door naar de laatste wereld. Althans, dat denk ik. Doe een duimpje omhoog. Abonneer als je van Nintendo houdt. En zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.